is echt te warm voor dit soort geintjes. Mensen, welkom! Het is op dit moment 35 graden. Nee, het is sowieso warmer. Het is echt sowieso warmer. Wij zitten binnen, want we zijn gekken. Hierin gekwakt. Ja. Is het kumzakje? Ja. Ja, ik wil niet dat ik het niet lekker vind. Oké, even klaar met dat overseksige gezeik. Vandaag zijn we hier met aflevering 2 van Goal of Geen Goal. Leuk hoor. Vind je dit leuk, mensen? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. En zijn we er klaar voor? Is een duimpje omhoog, is dat seksistisch of over seks? Of duimpje omhoog in de a***. Triest. Ja, niet triest. Oké, zijn we klaar voor nummer 1? Nee, ik ben er niet klaar voor, maar ik moet maar. Leg even uit wat we moeten doen. Nou, ik laat een filmpje zien. Oh. En op het moment, dan stopt hij op een gegeven moment zo. Ah! En dan moet jullie zeggen, goal of geen goal. Nee, precies. Zijn we klaar voor de eerste? Nee. Komt ie. Goeie muziek. Ah, donder even op. Is het doen we weer goal of Mark? Ja, goal of Mark. 3, 2, 1. Mark, dit kan er toch niet in? Je kent ze altijd, maar dat gebeurt helemaal niet zoals je wat je verwacht. Ah, heel lul. Het is hartstikke Mark dit. Ik ben benieuwd hoor. Hij kent deze. Wat ben jij een pisflex, zeg? Ik ken deze. Oké, de volgende. Ken je deze video? Nee, weet ik, dat is een klassieketje dit. Ben jij, hè? Goed hoesje. Dat is hier nog jong. Ja, dit is 4 jaar geleden, denk ik. Ik denk ook, ja. Jess op doel. Wat een maf KV, hoor. Deze weet ik. Deze moet hij weten, hij zit zelf. Ben je nou ook een soort van down? Kijk deze video in slow motion via YouTube afspelen. 0,5 snelheid, je gaat echt stuk. Dat is wel leuk. 3, 2, 1. Goal. Voor mij is het een goal. 10 goede goal. Op jou. 10 goede goal. Als in, waar gaat die heen, bal? Volgens jou? Nee, je gaat laag. Je gaat laag, toch? Ik denk juist keihard. Laag links of zo. Hoofd of midden. Want jij zo kan die keeper zoals overwand te laten keeper. Dat was wel slecht gekeept, ja. Je hoofd het midden. Oh! Ik vind bonuspuntje. Nee, ik heb gezegd dat Jesse niet kan keeper. Klopt ook. Goeie dab. Oh, cringe. Jongens, goed gedaan. Het staat op nummer 1-1. Klopt, op de volgende. Deze is kort, dus let goed op. Ik ken deze. Nee, je kent alles al. Ja. Oké. 3, 2, 1. Goal. Die hond. Hond. Milo kent hem weer. Een hond? Ja. Dat is toch geen hond? Hij zit wel. Ja, ander puntje. Hij kent hem weer hoor. Hij kent hem. Ik dacht dat het andere was. Ik heb het al. Ongekend. Ik ken hem. Ik ken deze. Klaar voor? Nee. Oh? Ja, komt Super Moting of niet? Dit is gewoon buitenspel. Nee, één lijn. Maar Milo kent deze, dus ja. Ja, ja, Milo kent deze. Oké, 3, 2, 1. Goal. Ik heb dit. Ik heb Franker. Intrappetje. Dubbele psychologie. Je kent deze. Ja. Dat is vorige week gebeurd. Klopt. Dat is buitenspel trouwens. Jezus. Dit is Ga je nog eens een keer ons pranken ook, of niet? Hoezo? Cavani. Dat niet is. Ook gewoon best wel ver naast, gewoon een metertje naast. Ik dacht dus dat dit zo'n gevalletje was waar iedereen denkt van oké, hij moet scoren. Dus zat wel niet kloppen. En dus klopt dit uiteindelijk toch wel, want jij was gewoon zo'n double prank. Jullie hebben toch fout. Ja, dat wel. Dit is een korte clip. No. Luis Boa Morte. Amigo is Luis Figo. Jezus. Ik ken deze. Dat is de eerste die ik niet ken. Ben je klaar voor? Nee. Oh, nu zie ik het. 3, 2, 1. Gork. Dit is toch dat hij via de latten en uiteindelijk nog ingaat. Oh. Het is een goaltje. 3, 2. Ik kende hem wel, hè. Dat is niet eerlijk eigenlijk. Via de latten die er nog ingaat. Wat kent alles al? Wat denk je? Oh, de volgende. Oh, keepertje. Oh, hoeveel leeg gaat hij? Lekker hoor. Ik ga hem heel vroeg afknippen. 3, 2, 1, goal. Maar aan de andere kant, links. En zoiets, ja, dat is weer een dubbele prank. Ik ken deze. Ik niet hoor. Oké, deze krijgt een smerige rotschop of zo wat. Gullit. Dat is het, overtreding. Nee, fout. Ik had het kunnen weten, ik zei nog. Ik vind hem heel snel af. Ja, daarom. Oeh, dit is leuk. Dit zou wel leuk zijn. Dit heb jij geëdit, dit zou je al moeten weten. Ja, 4 jaar geleden, dus dat moet ik zeker nog weten. Ik ken deze. 3, 2, 1. Mark. Die gaat door je rug toch? En je breekt net altijd alles op onze vast. Ja, hier deze. Hier kijk die rug. Deze. Dit kan nooit goed zijn. Dit kan nooit goed voor iemand zijn. Je scoorde nou wel. Ik kende deze. Ik ook. 4, 3. Klopt. Nummer 8. Klaar voor? Ja. 183 kilometer. Ik ken deze. Ik ken deze niet. David Heurs, dan ben ik knikken. 3. 2, 1, goal. Keihard, turn it out. Ik denk dat het een combinatie is met hardste goals of zo. Niet of hardste misses. Die had die afstand erbij staan, die snelheid. Ja, dus of het de hardste schoten die er niet in gingen, maar dat lijkt me sterk. Hardste lat. Hardste lat.
Maar jij kent deze toch? Ja, maar ik dacht hierin. Dit is een leuke video. Wat heb jij dit leuk gedaan? Zijn we hier voor je om me heen gekomen? Klaar voor de volgende? Ja hoor. Je moet even een inhaalslag gaan maken. We kwamen laatst achter dat je nog nooit quiz hebt gewonnen. Ik had toch laatst weer gewonnen? Nee, je had laatst één gelijk gespeeld dat je 18 punten kreeg voor de laatste. Ja, maar dit is weer zo'n dubbele. Deze ken ik. Nee, maar deze wordt afgekeurd. Je mag niet koppen. Je mag niet koppen? Je mag niet bij de grond koppen. Dat is een gevaarlijk spel. Ja, wat denk je? Wat gaat hij doen? Schieten! Je zit met een vieze kwakdoek hier dan. 3, 2, 1. Goal. Nou, ze gaat er gewoon in, maar hij wordt gewoon afgekeurd dan. Dus die, nou, dat is toch geen goal? Afgekeurd is geen goal, hè? Zeg, kiet dat. Is niet goed gekiet, nee. Oh, een goal. Ja, een goal. 5, 3. Bij de volgende? Ja, maar. Even. Oh! Dat is een nichtig loopje. Ik dacht dat Matthijs vroeger helemaal niet cringe had, maar was hij gewoon een bel. Hoi hoi Bernadette. Hey hey. Hoi hoi Bernadette. 3, 2, 1. Mark. En niet Matthijs, maar Mark. Het is gewoon, Matthijs gaat toch niet scoren? Ik kan me niet voorstellen. Maar dit mag niet. Ja! Dat mag wel. Hij telt. Hé, maar we zijn altijd 5-3, maar de volgende? Dit is 3 punten. Dit is 3 punten. En dit is één voor jou. Oh, deze ken jij. Oké. Is het een grap? Is dit een meme edit of zo? Weet je het? Natuurlijk. 3, 2, 1. Goal. Dit is toch gewoon die goal? Dus kent toch iedereen gewoon verre hoekjes? Ja, ik ken hem niet. Ja, maar jij bent gewoon Ik wist het. Ik wist een goal trouwens. Goal. Ik wist het ook gewoon. Ik wist het. Ik wist een meme edit, ik zei het al hè. Dus hè. Dat is zo niet leuk. Het staat nu 7-5. Maar de volgende? Dit is 3 punten. Dit is 3 punten. Dan heb ik wel een 94 en een 96. Dat is bij elkaar 200 rated. Maar de volgende is 3 punten. Nee! Dat is de laatste ook. Dat is de laatste. Ja. Ik ga hem gewoon expres verliezen, want dan kijken ze boos worden op jouw puntentelling. Oh, deze ken ik dan niet. Deze komt hem ook niet door het zijn net heen of zo. Dit is wat die gast? Ja, Kiesler. Kiesler, ja. Je kent hem al. Natuurlijk, ik ken ze allemaal. Ja, jij. Maar hij kent ze allemaal. Sorry voor deze quiz, maar hij kent ze allemaal. Maar ik kan dus nooit winnen. 3. 2, 1, Mark. Het is Mark! Hij telt toch? Nee! Hij telt wel! Hij telt wel. Hij telt gewoon. Maar ja. Hij zit niet. Nee, hij zit niet, maar hij telt wel. Hij telt helemaal niet. Hij is geen goal, hij telt gewoon. Nee, hij telt niet. Hij telt uiteindelijk wel. Nee, hij telt wel. Hij telt wel. Jawel, hij telt gewoon. Ben, hij telt eigenlijk. Hij gaat toch zetten. Ja, alleen dat was al te laat. Ghost goal. Ja, ghost goal. Hij telt eigenlijk. Hij telt gewoon. Hij zegt het inderdaad. En daarna gaan ze kijken of dat hij hem al geteld. Dan kon hij nu weer terug. Nee. Nou, dan heb je gewoon gefeliciteerd. Dit is leuk. Wat goed. Dit is goed. Mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik trek de stekker eruit. Doe een duimpje omhoog. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Dankjewel voor het meedoen. Dat was een conceptgrapje. Ga de kinderporno. Seks met dieren. Dankjewel voor het kijken en de ballen. De ballen. Laat ze niet vallen.